agendapunt en dat is motie F, opschorting wegenoverdracht onveilige wegen HHNK. Ingediend door de heer Berenpoot, de heer Mensink en mevrouw Visser. Meneer Berenpoot, krijgt de gelegenheid om uw motie toe te lichten in ongeveer een minuut. Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst bedankt het Hart voor Medeblik en de ChristenUnie voor hun steun. De VVD is al lang van mening dat wij geen onveilige wegen moeten overnemen en draagt dit ook voortdurend uit. Als gevolg hiervan proberen we al geruime tijd om een goed inzicht te krijgen in de knelpunten welke er nog openstaan. Met onze motie van 10 november hebben we hierop ingespeeld, maar ondanks dat deze zonder stemming aangenomen werd, hebben wij nog geen volledig inzicht ontvangen. Ook hebben we meerdere keren gevraagd om het verslag van de werkgroep verkeer van 27 september jongstleden. Maar ook dit hebben we nog steeds niet mogen ontvangen. Helaas hebben wij een ingewijde moeten bellen om het verslag alsnog te ontvangen. In dit kader wil ik toch nog even terugkomen op het debat rond de vorige motie, waarbij iedereen het erover eens was dat raadsvragen correct beantwoord dienen te worden en gesteld werd dat het bij het huidige college niet voorkomt. Helaas blijkt, nauwelijks enkele minuten later, het tegendeel het geval. Uit het verslag blijkt duidelijk dat er nog knelpunten openstaan en door onze motie willen we bereiken dat we deze knelpunten pas overnemen op het moment dat zij verholpen zijn. Dank u wel. Dank u wel. De heer Mensink, van Hart van Medeblik. Uw eerste termijn. Ja, dank u wel, voorzitter. Ondanks de aangenomen motie van 10 november hebben wij nog geen volledig overzicht ontvangen van de nog bestaande knelpunten van de over te nemen wegen. Daarom zijn wij voor opschorting van het overnemen van deze wegen. Zolang wij geen duidelijkheid hebben, moeten we ons niet in een ongewis avontuur storten. Dank u. Dank u wel. Mevrouw Visser van de ChristenUnie. Voorzitter, bij de vorige twee sprekers heb ik niks meer op toe te voegen. We hebben er genoeg over gesproken ook al. Er is al heel veel aandacht aan besteed. En nu ligt de motie en daar staat in wat wij proberen voor elkaar te krijgen. Dank u wel. Kijk nog even naar de andere fracties. We beginnen met de fractie van morgen. Meneer Zeilenmaker. Ja, dank u wel, voorzitter. Deze motie heeft een aantal kenmerken, laat ik het zo maar zeggen. Een motie die met algemene stem is aangenomen, waar, althans wat wij gezien hebben, helemaal nog niet op gereageerd is. Dat is natuurlijk geen goede zaak. Ook al wil het college daar niet in meegaan, dan moeten ze dat de kennis brengen van de raad. Ik denk dat een heel goede regel is en dat dat in dit geval ook had moeten gebeuren. Verder, voorzitter, hebben wij vragen aan de indieners over de twee bijlagen die erbij zitten. Dat gaat over verslagen van vergaderingen waar wij geen weet van hebben, geen kennis van hebben. En die wij dan in ieder geval, als dat gewoon openbare verslagen zijn, in een veel eerder stadium hadden willen ontvangen en niet vlak voor deze vergadering. Dus daar graag toelichting van de indieners hierover. En vervolgens willen wij graag een reactie van de wethouder. En dat gaat dan met name om wat de gevolgen zouden zijn als deze motie wordt aangenomen. Dank u wel. Dank u wel. De fractie van gemeentebelangen. De heer Mos. Dank u wel, voorzitter. De raad besloot op 10 juni 2021 middels business case 7 tot overname van de wegen van het hoogheemraadschap HHNK. De problematiek van bekende kruisingen in het grootslag moest worden afgestemd tussen Medeblik en HHNK. Dat is inmiddels afgestemd. Wel moeten nog enkele punten worden afgerond. Dat is in overeenstemming met elkaar vastgelegd en de verdere uitvoering is wat ons betreft aan het college. Gemeentebelang houdt zich aan de vastgelegde afspraken en zal tegen de motie stemmen. Dank u wel. CDA, mevrouw van den Bos. Ja, dank u, voorzitter. Ook het CDA was verrast over de bijlage die u meestuurt. U heeft net in uw inleiding al aangegeven hoe u aan dat verslag komt. Maar dan denk ik, dat is niet een stuk wat aan de raad of aan de raadscommissie is voorgelegd. Ik vind dat een heel apart dat dit als bijlage bij de motie zit.
terwijl de recent verschenen informatienota, ik zat net even te kijken van wanneer 6 december, staat van onderhoud, die zit er niet bij. En dat is wel een officieel stuk wat aan de raad is gedeeld. Dus ik begrijp niet goed waarom u daarvoor heeft gekozen. Ook begrijpt het CDA niet goed waarom u toch, zo komt het op ons over, bereid bent om een bom te leggen onder de deal die op basis van samenwerking en solidariteit is afgestemd op Westfries niveau. CDA blijft van mening, en daar verschillen u en ik al jarenlang over van mening, dat dit een uitstekende deal is, een betere deal dan er nog in 2020 bijvoorbeeld voor lag. Dus je begeeft je daarmee wel op glad ijs. Ik vraag me ook af, vindt u nou zelf dat u deel uitmaakt van een betrouwbare overheid als u tussentijds de regels van het spel verandert van een deal die in 2021 is gesloten? Ik onderken natuurlijk uw onderliggend verlangen, en dat is verkeersveiligheid voor de gemeente Medemblik. En u bent het vast met mij eens dat dat iets is wat we raadsbreed met elkaar delen. Dat we natuurlijk willen dat het verkeersveiliger is, blijft of wordt. Maar dan vind ik deze motie niet het juiste instrument. Zeker vanwege de argumenten die ik net al noemde. De tussentijdse regels van het spel veranderen en een bom leggen onder de deal. Dus CDA die is tegen de motie. Wel, meneer Huisman, GroenLinks. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk één vraag aan de indiener. Waar net eigenlijk aan al werd gerefereerd, het conceptverslag die is toegevoegd als bijlage. Daar staan een aantal onveilige punten in of punten waar nog aandacht behoeft. Volgens mij komen al die punten voor in ofwel bij de informatienota, ofwel in de staat van onderhoudlijst, dan wel in het gedeelte over de Hoornse weg en over de kruisingen in het Grootslag. Dus ik vroeg me af, wat is het verschil tussen het verslag zoals u die ons heeft gestuurd en de punten die ons in de informatienota zijn toegezonden? Want volgens mij is dat compleet genoeg. Dus waar zit dat verschil dan volgens u in? Oké, meneer Mos, D66. Dank u wel, voorzitter. Sommige onderwerpen die blijven maar terugkomen, raad op raad. Vanuit de indiener begrijp ik dat hier ook wel. Maar dit onderwerp is toch echt afgehandeld. Sluit een beetje aan bij wat mevrouw Van der Bos daarover zei. En wethouder Nederpelt heeft na de voorvorige raad direct contact gehad met het OGM-raadschap en de zaken met name van de knelpunten, de kruispunten, geregeld voor zover dat kon. En we hebben daarover ook een informatienota ontvangen. Het is bekend dat de indiener altijd tegen de wegenoverdracht is geweest. Maar het gaat toch echt door volgende week. En ja, wij gaan er verder ook niet zoveel woorden meer aan vuil maken. En als u een gebruikte auto of een eerder bewoond huis koopt, dan heeft u ook nooit alle garantie dat er niet wat kan gebeuren. En dat is bij wegen ook zo. Dus die garantie voor de toekomst heeft u niet. Over de informatieverstrekking. Ik wacht even tot iedereen luistert, voorzitter. Je hebt het woord. Over de informatieverstrekking. Een raadslid heeft recht op alle stukken, altijd, tenzij het geheim is. En een paar jaar terug is er ook wel eens een discussie over gevoerd rond een vraag van de heer Berenpoot. En hebben wij uitdrukkelijk gesteund. En toen heeft het college dat uiteindelijk ook toegegeven. Dus het is vreemd dat waarom die dat niet heeft gekregen. En daar willen wij graag wel een reactie op. Maar los daarvan, de overdracht is rond en D66 wil het dossier wegenoverdracht sluiten. Dank u wel. Dank u wel. Meneer Berenpoot, tot slot in de eerste termijn. Ja, dank u wel. Ik zal even op wat opmerkingen ingaan. Er is een deal gesloten. Dat staat ook in de motie. Die respecteren we ook. Die is met een grote meerderheid aangenomen, dus daar leggen we ons bij neer. Alleen, er is een contract gesloten en daar staat een geschillenregeling in. En wij zeggen, er moeten alleen veilige wegen overgenomen worden. Wat zijn veilige wegen? Daar kan je uren over in discussie. Daar zal niemand uitkomen. Maar daarvoor is die geschillenregeling. Als we daar niet uitkomen, kan je het aan de rechter voorleggen. En dan zegt de rechter, ja, je hebt gelijk of je hebt geen gelijk. Dus dat is duidelijk. De regels van het spel veranderen we ook helemaal niet. Dit zijn gewoon regels die van tevoren met elkaar afgesproken zijn. Dan, waarom stuurt u dit stuk toe?
En niet de staat van onderhoud. Nou, de staat van onderhoud hebben we allemaal ontvangen. Dat gaat over deuken in de weg en wortels die omhoog komen, maar dat gaat niet over de primaire veiligheid. Hoe kom je aan dit stuk? Al een maand of twee terug heb ik de agenda van dit stuk aan iedereen toegestuurd. En toen heb ik vervolgens gelijk gevraagd bij de raadsvragen. Dit is de agenda, mag ik nu het verslag? En dat verslag heb ik tot op heden niet ontvangen. Dan is er iemand die meer waarde hecht aan transparantie dan het college en die heeft het me wel verstrekt. In het verslag van de werkgroep verkeer en het rapport van bureau Scope staat heel duidelijk dat er op het zuidelijk deel van de Horenseweg in Wognum verkeersonveilige situaties kunnen ontstaan. Wij kunnen hier dus niet over een veilige weg spreken en bureau Scope is opdracht gegeven om reële verbetermogelijkheden in kaart te brengen. In hetzelfde verslag van de werkgroep verkeer kunnen we lezen dat de Fietsersbond van mening is dat er langs de Noorderboekert een apart fietspad nodig is en dat er door Hars Koning adviezen gegeven zijn. Welke blijkt overigens niet uit het verslag. Ik ga ervan uit dat een afzonderlijk fietspad nodig is om de veiligheid te verhogen. En verder wil ik er nog eens aan herinneren dat wij tijdens de vorige raadsperiode uitgebreid over de verkeersveiligheid rond de Noorderboekert van gedachten gewisseld hebben. Toen waren we unaniem van mening dat de verkeersveiligheid daar verhoogd moest worden. En sindsdien is er eigenlijk nauwelijks iets veranderd, waardoor er ook nog steeds van een onveilige situatie sprake is. Dit zijn twee knelpunten welke uit het verslag van de werkgroep verkeer blijken. Mogelijk zijn er nog meer, maar doordat onze motie van 10 november niet volledig uitgevoerd is, hebben we er nog steeds geen duidelijkheid over. Nogmaals wil ik benadrukken dat we van mening zijn dat wij geen onveilige wegen willen overnemen. Als laatste heb ik een vraag aan de wethouder en de overige partijen. Stel dat de benodigde aanpassing van de Horenseweg in Wognum en het aanleggen van een fietspad langs de Noorderboekert te Zwaagdijk op zeer forse kosten kan rekenen. Wie gaat dit forse bedrag dan betalen? Realiseert u zich wel dat als de gemeente dit bedrag moet betalen, dat wij dit niet aan andere zaken zoals het zwembad in de Zeehoek of het dorpshuis in Abbekerk kunnen uitgeven? Ik roep u daarom nogmaals op om de onveilige wegen pas over te nemen op het moment dat de veiligheid op orde gebracht is. Dank u. Dank u wel, meneer Berenpoot. Dan is het woord aan de portefeuillehouder, de heer Nederpelt. Reactie vanuit het college. Ik probeer hem even netjes recht te zetten. Ja, ik heb een drietal vragen gehoord. De eerste was van morgen. Wat zouden de gevolgen zijn als we deze motie aannemen? Ja, ik heb u al eerder gezegd, de relatie met het Hoogheemraadschap is goed. We hebben een goede samenwerking en we proberen tot oplossingen te komen met elkaar. Ja, die relatie kan natuurlijk onder druk komen te staan. Dat mogen duidelijk zijn. Ja, de overeenkomst van het Hoogheemraadschap die komt niet overeen met de oproep uit de motie. Hè, want er werd al aan gerefereerd door meneer Berenpoot. De overeenkomst zit erbij. 5b staat dat gedeeltelijke ontbinding niet mogelijk is. En 6 staat een duidelijk stappenplan die toegepast wordt bij geschillen. Nou, dat streukt in onze ogen niet met de motie. D66 zegt, ze vraagt waarom geen verslag. Nou, er zijn eerder raadsvragen over gesteld. Die hebben we ook beantwoord. Dat is echt wel behoorlijk precair. Het zijn ambtenaren die in een onveilige situatie worden gesteld. Dus los van het feit dat we toen het verslag niet hadden, hebben we gezegd, daar gaan we echt heel terughoudend mee om. En VVD, stel dat de kosten voor de Noorderboekert en de Horenseweg hoge kosten met zich meebrengen. Nou, dat zou natuurlijk kunnen. Maar dat heb ik in een veel eerder stadium ook al gesteld. Overeenkomst die er lag, voorzag gewoon in het feit dat ook aanpassingen die gedaan werden, dat daar de boekwaarde van zou worden overgeheveld. Dus stel dat wij geen eigenaar zijn nog en er wordt een fietspad aangelegd die veel geld kost. Ja, dan zou het logischerwijs betekenen dat wij die boekwaarde overnemen. Nou, nu is er alleszins sprake van.
En op het moment dat die investeringen gedaan zouden moeten worden, dan zouden die geactiveerd worden bij de gemeente. Maar dat had ook zo geweest als het Hoogheemraadschap die recentelijk zou hebben gedaan. Dat even ter toelichting van de drie vragen. Ja, en het zal u wellicht niet verrassen dat wij deze motie zullen ontraden. Het eerste gaat over de term verkeersveiligheid. Wij hebben het vooral over achterstallig onderhoud en niet of een kruising wel of niet veilig is. Die zou je eerst moeten definiëren. Wil je überhaupt weten welke er dan niet in de overeenkomst zouden passen die we dan zouden moeten uitstellen? Dus ja, dat even kort, voorzitter. Wij ontraden de motie. Dank u wel. Zijn er nog vragen aan de portefeuillehouder? Uiteraard. De heer Berenpoot. De wethouder zegt van wij hebben dat verslag niet verstrekt omdat dat de ambtenaren in gevaar zou brengen. Nou, ik vind het fantastisch. Juist datzelfde verslag heb ik rondgestuurd en ik heb de namen van al de ambtenaren weggehaald. Dus dat had de wethouder ook kunnen doen. Dus waarom, nogmaals, waarom heeft u dat niet verstrekt? Dat heb ik aangegeven, voorzitter. Verder heeft u aangegeven dat het hogere lasten met zich mee kan brengen. In het stuk staat heel duidelijk dat het geen hogere lasten voor de gemeente met zich mee zou brengen. Hoe verklaart u dat dan? Nee, we hadden het over een hypothetisch geval dat een fietspad wel of niet zou zijn aangelegd voor de overdracht of na de overdracht. Dat is het punt waar we het over hadden. Oké, dank u wel. Zijn er nog andere vragen aan de portefeuillehouder? Ja, meneer Mensink. Ja, toch nog even over dat beantwoorden van die vragen over die infonoten van die onveilige wegen. U verwijst volgens mij net dat er aan de orde is gekomen via raadsvragen. Zijn dat schriftelijke raadsvragen of was dat mondeling? Vindt u het erg, meneer Mensink, als ik u niet helemaal begrijp? Er was net een vraag over de... U geeft antwoord op de heer Mors. Oké. Ja, dat waren schriftelijke vragen. Dat waren schriftelijke vragen, oké. Ja, vraag maar waar ik die dan kan vinden, want ik zie die even niet. Die zijn dan in december geweest, toch? Nou, dat zouden we meneer Berenpoot na kunnen vragen. Die weet exact wanneer hij die vraag gesteld heeft, waarschijnlijk. Maar dat is even geleden. Dat is niet in december geweest. Dat is denk ik in... Maar in ieder geval, uw antwoord verbaast me nog altijd. U zegt, want het heeft te maken met de veiligheid van de ambtenaren. Dus... Ja, het is belangrijk dat ambtenaren zich veilig voelen in het huis. En alles, als direct alle verslagen publiek worden, dan... Daar proberen we zorgvuldig mee om te gaan. Ja, nou oké. Ik ben benieuwd naar die vragen. Oké, zijn er nog andere vragen aan de portefeuillehouder? Dat is niet het geval. Dan dank ik de portefeuillehouder. En zijn we aan de tweede termijn. Van den Bos, van het CDA. Voorzitter, ik reageer graag nog even richting meneer Berenpoot. Het gaat weer over dat verslag van de werkgroep Verkeer en Vervoer. Ik hoorde u net zeggen dat u dit heeft geanonimiseerd. En daar schrik ik echt van, want dat deugt natuurlijk niet. Dat er een verslag is, een intern verslag van Verkeer en Vervoer, dat komt bij u terecht en u kan hem aanpassen. Mevrouw Visser, die heeft het heel vaak met ons over digitalisering. Ik wil daar graag wat op zeggen. Het is nog veel... Ik ben erg verontwaardigd. Via de voorzitter, u wilt een interruptie plegen, maar ik stel voor dat mevrouw Van den Bos even haar zin afmaakt. Dit deugt toch niet? Ik ben erg verontwaardigd. Mensen moeten hier veilig kunnen werken. Het moet niet zo kunnen zijn dat er een verslag is van een groep ambtenaren. En u zegt dan keurig, ja, ik heb het geanonimiseerd. En dat zou ik dan misschien wel goed moeten vinden. Ik vind gewoon dat het niet deugt. Meneer Berenpoot. Ik vind dat u de wereld omdraait. Het raadslid stelt op een correcte manier een vraag aan de wethouder. Die beantwoordt hem gewoon niet. Ik heb het hem mondeling gevraagd. Ik heb het hem schriftelijk gevraagd. Desondanks komt er geen antwoord. Dan is er iemand die meer waarde hecht aan transparantie dan de wethouder. Die stuurt het mij toe. En dan veroordeelt u niet de wethouder die het niet verstrekt. Maar u valt degene aan die het mij verstrekt hebt wel. De klokkenluider valt u aan. Nou, ik vind het triest. Dank u wel. De tweede termijn. We zijn nu in de tweede termijn. Wie wenst nog meer het woord in de tweede termijn? De heer Zeilenmaker van de fractie Morgen.
Heel kort, voorzitter. Ik denk dat dit allemaal voortkomt uit het feit dat er gewoon een... over de interpretatie van de overeenkomst. Ik bedoel, ik denk dat de heer Berenpoot ervan uitgaat dat het Hooghemelaarschap alle wegen voor kosten van het Hooghemelaarschap veilig had moeten gaan inrichten naar de wensen van, in ieder geval de heer Berenpoot. En hij is, en dat kan ik dan nog steeds volgen, daarin teleurgesteld. Maar ja, de overeenkomst zelf, die voorziet daar gewoon niet in. En ja, daar zou je dan over kunnen. Dan zou je een hele tijd terug moeten gaan in de tijd. En dan zou je de overeenkomst nog niet moeten gaan sluiten. De wethouder geeft ook al aan wat de gevolgen zijn als we nu niet gewoon doorgaan. Dus ja, we moeten het hier gewoon bij laten. En wij zullen dan ook tegen deze motie stemmen. Dank u wel. Nog andere mensen in tweede termijn. De heer Huisman, GroenLinks. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk dat ik de woorden van de heer Zeilenmaker, daar ben ik het wel mee eens. Daarop toevoegend dat dit gewoon een gemiste kans is geweest bij het afsluiten van het contract. Blijkbaar is er toen niet goed opgenomen wat de definitie van veilige wegen is. Het is inmiddels wel gebleken na verschillende beantwoordingen van de wethouder dat het om het reguliere onderhoud gaat, wat ook gewoon in de jaarplanning bij het Hoogheemraadschap zit. Dat zorgt voor een veilig wegdek en niet voor een veilige inrichting. Daar is denk ik gewoon de boot gemist toen de tijd. Dat kunnen we niet meer terugdraaien. We zitten nu met deze overeenkomst. Dus ik denk dat we hier voor de rest niet veel meer aan kunnen doen. Hoe jammer het ook is en hoe graag we dat ook zouden willen. Oké, dank u wel. Nog andere woordmeldingen? Dat is niet het geval. Dan zijn we aan het eind van de beraadslaging die ik dan ook sluit. En gaan we naar de stemming. Wenst iemand stemming over deze motie? Ja, dat uiteraard wil ik stemming. En ik wil nog zeggen dat... U wil ook een stemverklaring afleggen, denk ik. Ik wil... Echt dacht ik dat u mij nog het woord zou geven op het eind van de tweede termijn. Ik vroeg net of nog iemand het woord wilde. En toen... Het is niet automatisch dat u in tweede termijn automatisch het woord krijgt als indiener. Maar dan steekt u uw vinger wel op. Maar we kunnen... Mag ik nog heel kort? Nou, dat, naar mijn mening gaat het om interpretatie. Ja, dat mag, meneer Berenpoot. Dank u wel, voorzitter. U heeft het woord. Mijn zinsies gaat het om interpretatie van een afgesloten contract. En daarover kan je van mening verschillen. Dat doen wij in ieder geval. En dat hadden wij eventueel aan de rechter willen voorleggen. Nou ja, als dat een meerderheid haalt, dan gebeurt dat. Als het geen meerderheid haalt, dan nemen we gewoon alles over. Helder. Dank u wel. Dan kunnen we alsnog de beraadslaging sluiten en overgaan tot stemming die gewenst is. Wenst iemand een stemverklaring? Dat is niet het geval. Dan vraag ik de griffier om de stemming te openen. Ja, in stemming wordt gebracht de motie opschorting wegenoverdracht onveilige wegen Hoogheemraadschap Noorderkwartier. Wie is er voor deze motie? VVD. Zes. En wie is er tegen deze motie? Links D66 morgen en gemeentebelangen. Dat betekent dat de motie is verworpen met 11 stemmen voor en 17 stemmen tegen.